Koebrug. Zwerfvuil, het is de bedoeling dat dat hier allemaal een klein beetje proper achtergelaten wordt. Als je iets ziet liggen en je loopt hier rond, het is misschien al een kleine moeite om er eens te bukken en dat op te ropen. Luther Verhulst, Luther van Mieken, Paul Tot en Mark Meijvis. Ik ben ingeschreven via computer. Moet ik daar een doen? Ja, dat is goed waar. En zitten er klaar voor? Ja. Absoluut. 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 Ja. Ik moet dat nog leren, ja, hè, hoe dat dan moet. Fantastisch, dankjewel. Op de wachten nu nog mee! Ja, ja. Maar dit is juist achter de bocht. Ja. Ik heb gelegenheid. Ja, is goed. De Leeuw van Vlaanderen, als Johan Museum. De Johan heeft meerdere keren het Parijs-Roubaix gewonnen. Dus de Johan die gaat een beetje naast jullie rijden, die gaat jullie een beetje begeleiden. Dat is een professionele begeleiding, op en top. Zodat je er binnen 10 jaar min of meer de prestaties van de Johan gaat kunnen evenaren. De eerste rondje gaan we proberen een beetje samen te blijven. Het is de bedoeling dat we allemaal, met het groepje dat we niet zijn, heel luid, zonder kleerscheulen en zonder blauwe plekken, over de lijn gaan. Na de wedstrijd krijgt iedereen wel een aandenken van de eerste Polderscross voor de kids. Iedereen klaar? Start! Kom aan, hè. Veel plezier, hè. Kom aan, even. Kom aan, Tuur. Allee, kom. Ja, Frank, je kunt het. Pavel van Wilijn Castor. En voor de PC klein en klein kan u altijd terecht bij de Jet. Dat was toch een museum. Die heeft de Ronde van Vlaanderen nog gewonnen en zo. En Parijs-Roubaix. Hebben jullie meegereden met de fiets? Ja. Dat was het plezant? Ja. En